In Gorinchem begint volgend jaar de bouw van een asielzoekerscentrum voor 700 personen. De gemeente gaat met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, in overleg over onderwijs en veiligheid in het centrum. In de directe omgeving is veel protest. De Rotterdamse radiozender Phoenix is deze week een actie gestart om jongeren aan te sporen te gaan stemmen op 2 maart. De zender is bang het onderspit te delven in de bezuinigingswoede van het kabinet. Volgens Phoenix luistert 35% van de jongeren in Rotterdam naar de zender. De Schiedamse scholengemeenschap Spieringshoek is gisteravond uitgeroepen tot de leukste school van Nederland. De bekendmaking was in de Heineken Music Hall in Amsterdam. De school was met 1200 personen in 26 bussen naar de hoofdstad gereisd. Morgen zijn er na het verdwijnen van de nevel flinke zonnige perioden. De wind is matig en komt uit het oosten. In de middag loopt de temperatuur op naar 5 graden.